Gregor Breinburg, was het nog een grote domper dat het afgelopen dinsdag niet lukte om te winnen en daardoor eigenlijk de kans op directe promotie zijn vervlogen? Ja, volgens mij is het nog steeds niet officieel, maar inderdaad, dit doet geen goede zaak. En helaas is het zonde dat je gelijk speelt uiteindelijk. Toch zag het veldspel bij Vlagen zeer goed uit, maar je geeft ook wel een paar 100% kansen weg. Is dat iets waar jullie aan gaan werken de aankomende weken? Ja, kijk, weet je wat het ook is? Je neemt risico. Je hebt nog volgens mij 60 minuten of zo te spelen. Je gaat gewoon volle bak voor de winst, want je staat al 0-1 achter. En dan ja, aan de andere kant kan dat ook ruimtes opleveren en dat gebeurde. Ben je dan toch wel tevreden met het spel wat jullie hebben laten zien afgelopen dinsdag? Ja, bij Vlagen wel. Ik denk dat de energie daar was. We gingen echt gewoon voor de overwinning. Uiteindelijk kreeg je een vervelende tegendoelpunt en dat was een beetje een knakmoment. En het is eigenlijk nu gewoon doorpakken, niet meer achteruit kijken en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ja, en dan om te beginnen wacht zondag Jong FC Utrecht. 6 van de 7 wedstrijden op zondagmiddag werden dit seizoen gewonnen. Is dat voor jou, heb jij ook een voorkeur voor een bepaalde dag of maakt het je niet uit? Nee, maakt me niet uit. Vrijdag, zondag, maandag, dinsdag, dat maakt me allemaal niet uit. We willen gewoon winnen, zo hoog mogelijk eindigen. De competitie zo goed mogelijk afsluiten en daar gaan we aankomende zondag ook voor. Nou, als we dan even voorzichtig vooruitkijken naar eventuele play-offs. De kans is aanwezig dat je de Graafschap loodt, jouw oude club. Heeft dat nog iets extra's, iets extra's bijzonders? Nee, natuurlijk, ik ken de jongens, ik ken de club, ik ken de mensen die daar werken, maar dat is gewoon een wedstrijd op zich nu voor mij geworden. Die wil ik gewoon winnen als we tegen de Graafschap moeten eventueel. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Wij kunnen nog misschien stijgen of dalen. Graafschap kan nog stijgen of dalen. Dus er zijn nog genoeg wedstrijden, dus laten we gewoon op ons afkomen. Ja, je zegt goed, we laten op ons afkomen. Je weet natuurlijk nu nog niet waar je aan toe bent. Hoe bereid je je dan voor op de aankomende weken? Je maakt meerdere scenario's, denk ik. Wat je kan doen als je tegen die club komt of tegen die club. Of, er zijn ook verschillende dagen dat je wedstrijden speelt. Het is echt moeilijk om nu wat te zeggen over hoe we dat precies gaan doen. Maar we hebben wel een beeld van als scenario A, scenario B. Dan weten we wat we gaan doen. Dan tot slot. Heb je het naar je zin bij ADO Den Haag? Ja, tuurlijk. Dat had ik al vanaf het begin al. Ik ben goed ontvangen. Het is een leuke groep. We hebben mooie stappen gemaakt dit seizoen. En ik hoop dat we daar een bekroning eind van het seizoen op kunnen plakken.